Ik ben Fayenne van der Bos en ik speel Sandy in de musical Grease. Sandy is een meisje wat natuurlijk nieuw in een groep komt en nieuw op een school komt. Ze is heel erg zichzelf, wel in het begin natuurlijk wel echt anders dan de anderen. Dus anders dan het groepje de Pink Ladies waar ze ineens in terecht komt. En daar valt ze eigenlijk ook heel erg buiten. Maar bijzonder aan Sandy vind ik dat ze wel heel erg zichzelf is. Het feit dat veel mensen Sandy heel erg goed kennen en daar een bepaald beeld van hebben, is natuurlijk heel erg spannend. Het is natuurlijk ook heel belangrijk dat je je eigen ding neerzet en niks kopieert. Maar je wil wel heel erg aan het beeld van mensen voldoen en dat zo goed mogelijk neerzetten. Mensen zijn heel erg enthousiast. Ik hoor heel vaak dat mensen zeggen, oh, en alle karakters kloppen zo. En iedereen is echt helemaal zoals ik hem had voorgesteld. En zeker ook van de wat oudere mensen die natuurlijk uit die generatie komen. Die zeggen van, het is fantastisch. Ik was even helemaal terug in mijn jeugd en in die tijd. En alles was helemaal zoals het hoorde. En was even weer helemaal terug in de herinnering. De kleedkamer is wel heel erg belangrijk. Het is heel erg fijn om hier gewoon lekker met René te zitten en met Anne Fleur en lekker met elkaar te kletsen over van alles en nog wat. En je natuurlijk voor te bereiden op de show en je helemaal klaar te maken. We hebben heel veel lol hier en het is echt een heel fijn plekje. Ik heb in de kleedkamer altijd wel spullen die veel voor me betekenen. Ik heb van Martijn Vogel ooit een koffertje gehad en dat koffertje zitten eigenlijk al mijn spulletjes, dus mijn make-upjes, tandenborstel, badjasje, alles wat je nodig hebt. En dat is wel heel erg bijzonder, want dat neem ik dan elke keer mee. En daar heb ik ook wat fotootjes in zitten. Ik heb natuurlijk de make-upjes die heel erg belangrijk zijn. De uitdaging van elke avond is om mezelf er helemaal bij het beginpunt te krijgen en helemaal moeten bedenken, oké, ik ben Sandy. Ze komt nieuw in een groep en helemaal die lijn te spelen tot aan het einde, totdat ze zeg maar zichzelf verandert voor haar grote liefde. En de uitdaging is natuurlijk ook dat je die mensen die in de zaal zitten, die voor het eerst deze show gaan zien, heel erg wil meenemen in het verhaal en die opdracht zeg maar zo goed mogelijk uit te voeren. We hebben heel veel lol backstage. We hebben een hele grote groep. Het is heel erg leuk. We zijn allemaal heel erg jong. We hebben natuurlijk ook wel de mensen die wel heel erg veel ervaring hebben. Dr. Nee van Kooten, Miguel de Manjou, Tommy, Martijn heeft ook heel veel ervaring. En we zijn ook wel heel erg hecht met elkaar. We zijn heel erg hecht met elkaar geworden. En we zijn een hele bijzondere groep. Ik heb echt vrienden voor leven gemaakt. De Kappergriem is een heel fijn moment om daar te zitten. Het is wel een rustmomentje, moet ik zeggen, maar ook wel heel veel lol maken. Een momentje, een gezellig momentje voor aanvang en kletsen met elkaar. Kleding en make-up spelen best wel een grote rol. Ik ben natuurlijk een heel erg ander persoon. Het is natuurlijk ook een heel andere tijd. Dus qua kleding is het iets totaal anders. En zeker ook de pruik doet heel veel. Dat maakt natuurlijk het beeld wat mensen van Sandy uit de film hebben. De fans vind ik heel erg leuk en ik vind het altijd heel erg bijzonder dat ze zo vaak komen kijken. Altijd dingen bijvoorbeeld posten op social media, cadeautjes meenemen. Dat blijft heel erg gek dat mensen fan van je zijn. Dat vind ik een heel erg gek iets, maar heel erg bijzonder om dat te hebben. Vanuit thuis is het gewoon altijd zo ontzettend fijn en ze steunen me zo erg. En zij houden me heel erg met beide benen op de grond. En zijn heel erg supportive en zijn er altijd voor me. Dus ik heb wel echt de liefste familie van de hele wereld. Als er geen musical zou zijn, poef. Maar ik vind het bijvoorbeeld ook heel erg leuk om op de set te staan, om te presenteren. Maar musical is toch wel iets wat ik fantastisch vind om te doen. Het in het theater zijn, het combineren van het dansen, zingen, spelen, de manier van werken, dat vind ik iets wat heel erg
bij me paste en wat ik heel erg leuk vind om te doen. Hierna ga ik musicals in concert on tour doen. Dus dat is heel erg leuk, daar heb ik ontzettend veel zin in. Ik vind het heel bijzonder naast de mensen die ik mag staan. En ik vind het heel bijzonder om echt liedjes te gaan zingen als jezelf er te staan. Sandy is voor mij heel erg belangrijk geworden. Ik vind het fantastisch om te mogen doen. Het is sowieso een rol waar ik eigenlijk heel erg dankbaar voor ben dat ik dat heb mogen spelen. De liedjes zijn fantastisch. De show natuurlijk, het spelen van de rol. Maar ik ben ook heel erg trots en heel erg blij met alle mensen die ik ontmoet heb. En dat we zo'n fantastische tijd hebben gehad. Sandy blijft altijd in mijn hart, want dit is echt wel een bijzondere periode.